Aan het einde van de 18e eeuw vonden er een aantal democratische revoluties plaats. Revoluties, opstanden dus, waarbij de burgerbevolking meer inspraak in het bestuur eiste. Zij wilden dat het bestuur democratischer werd. En het is niet zo heel raar dat die revoluties plaatsvonden aan het einde van de 18e eeuw. Want dat was ook de eeuw geweest waarin de verlichting was opgekomen. Die beweging die tot doel had om te komen tot een op reden gebaseerde samenleving. Denkers als Montesquieu, Locke en Rousseau, die hun mond vol hadden over waarden als vrijheid, verdraagzaamheid en gelijke rechten voor iedereen. En in eerste instantie bleven die ideeën beperkt tot een kleine club, maar naarmate er meer boeken over werden uitgegeven, naarmate er meer over werd gediscussieerd in allerlei salons, raakten die ideeën van de verlichting verspreid over een steeds groter deel van de bevolking. En dat zorgde er uiteindelijk voor, samen met de ellende die er in een aantal landen was, dat er democratische revoluties uitbraken. Er zijn drie grote revoluties waar we het over zullen gaan hebben. De eerste is de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd. De bekendste zal waarschijnlijk de Franse Revolutie zijn, die in 1789 uitbreekt. En ook in ons eigen land is er een soortgelijke revolutie geweest, de Bataafse Revolutie. We zullen dadelijk naar alle drie die revoluties afzonderlijk gaan kijken, maar ze hebben ook een aantal dingen gemeenschappelijk. Ik kan je nu alvast verklappen dat in alle drie de landen de burgerbevolking meer inspraak krijgt. En die inspraak die wordt vastgelegd in een grondwet. Ieder land kreeg een grondwet waarin de grondrechten van burgers werden neergeschreven. En heel simpel gezegd komt er dus eigenlijk op neer dat iedereen voor de wet gelijk werd. We zien hier het begin van de Amerikaanse grondwet, We the People. En we zullen dan ook eens naar die Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd gaan kijken. Of beter gezegd naar de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Want er brak namelijk een oorlog uit tussen de 13 gebieden die je hier op het kaartje ziet en hun moederland Engeland. Die 13 gebieden hier op het kaartje, dat zijn 13 Engelse koloniën. Dat zijn ze aan het einde van die 18e eeuw al zo'n 150 jaar. En daar zijn dus heel veel mensen vanuit Engeland naartoe verhuisd. Daar komen nog steeds heel veel mensen uit Engeland naartoe. Maar langzamerhand beginnen die mensen zich steeds minder Engels en steeds meer Amerikaans te voelen. En ze raken ook steeds meer ontevreden over hun moederland, over Engeland. Want ze krijgen het gevoel daar in Amerika dat de Engelsen alleen maar van hun proberen te profiteren. Dat zorgt ervoor dat er een aantal kleine opstandjes ontstaan. Waarvan de bekendste, de Boston Tea Party uit 1773. Het was namelijk zo dat de mensen in die koloniën, die mochten eigenlijk alleen maar Engelse producten kopen. Dus bijvoorbeeld ook alleen maar Engelse thee kopen. En daar profiteerde Engeland dus heel erg van. Want die konden de prijzen zo hoog maken als ze zelf wilden. Nou, in 1773 waren een aantal inwoners van Boston het daar niet meer mee eens. En zij plunderden een aantal schepen die in de haven van Boston lagen. En alle thee die in die schepen opgeslagen lag, die gooiden zij het water in. En die Boston Tea Party, dat vormde eigenlijk de aanleiding voor een grotere, meer algemene opstand. Want nog geen jaar later besluiten de 13 koloniën om samen een congres te gaan vormen. En het belangrijkste uitgangspunt voor dat congres was no taxation without representation. Oftewel, wij willen geen belasting meer betalen als wij geen vertegenwoordiging krijgen in het bestuur. Wij willen inspraak in het bestuur. Dat was eigenlijk de boodschap. Nou ja, je kunt je voorstellen dat de Engelsen daar niet heel blij mee zijn. En een jaar later breekt er een oorlog uit tussen die koloniën en Engeland. En die strijd die duurt een aantal jaar. En nog tijdens die oorlog roepen die koloniën officieel hun onafhankelijkheid uit. En die onafhankelijkheidsverklaring die begint met een heel beroemde zin. All men are created equal. En vervolgens werd er uitgelegd welke rechten de inwoners van die koloniën hadden. En in dat document, die onafhankelijkheidsverklaring, daarin zie je de ideeën van de verlichting heel goed terug. Want je kunt bijna, nou niet letterlijk, maar je kunt er heel goed de ideeën van bijvoorbeeld John Locke en van Charles Montesquieu uithalen. Op hun ideeën was de onafhankelijkheidsverklaring gebaseerd. En toen er in 1783 een einde kwam aan de oorlog en de Amerikanen echt onafhankelijk waren geworden, toen moesten ze dus gaan nadenken over ja, hoe nou precies het bestuur ingericht moest worden. En op het moment dat die koloniën dus onafhankelijk waren geworden, toen moesten ze gaan nadenken over hoe ze dan hun land wel bestuurd wilden hebben. En dat duurde een aantal jaren voordat ze dat uitgevoerd hadden. En in 1789
kwamen ze met een eerste grondwet. En in die grondwet werd een heel belangrijk idee vastgelegd: de scheiding van de machten, de trias politica van Charles Montesquieu. De president en zijn ministers kregen de uitvoerende macht, het congres dat kreeg de wetgevende macht en dat moest ook de president controleren, en de rechtspraak kwam in handen van het Hoge Rechtshof. En die scheiding van de machten, die is er nu nog steeds. Op die grondwet kwam een belangrijke aanvulling, de zogenaamde Bill of Rights. En dat was eigenlijk een soort vervolg van die onafhankelijkheidsverklaring. Want daarin werden die grondrechten, die al genoemd werden in die onafhankelijkheidsverklaring, verder uitgewerkt. Die werden daarin echt vastgelegd. En dan moet je dus denken aan een grondrecht zoals bijvoorbeeld vrijheid voor de wet, of gelijkheid voor de wet. Of vrijheid van godsdienst. En zo stonden er nog veel meer van dat soort grondrechten in. En samen vormden die grondwet en die Bill of Rights de basis van de Amerikaanse staat. En die Amerikaanse staat, dat was dus de eerste staat die in werd gericht volgens die ideeën van de verlichting.